dingen. Dan hebben we granaalkroketjes. Dan hebben we een lekkere tomatensoep met balletjes. Vandaag is het de kerstmenu in het dorpsrestaurant van de Riemst. Wij hebben vandaag 226 eters, wat enorm veel is. We vinden het heel belangrijk dat de mensen naar de dorpsrestaurants komen, omdat dat destijds is opgezet om hoofdzakelijk senioren buiten huis te krijgen, zodanig dat zij goed sociale contacten onderhouden, dat zij buiten komen en dat zij ook nog gezond hebben gegeten. Pintje voor meneer en een colaatje voor mevrouw. We staan met een paar mannen in voor de drank aan de tafels en de waterbedelingen zo. En tussendoor helpen we dan ook nog wel met afruimen. Maar de hoofdzaak waarvoor we hier zijn is eigenlijk voor het plezier van de mensen, voor de gezelligheid, voor de misschien soms eenzame personen of mensen die niet zoveel contact hebben. Het is hier gezellig, het is hier aangenaam. Ze komen allemaal graag hoor. We betalen 5 euro, we krijgen soep, ja, een hoofdgerecht, een dessert. We hebben 3 dorpsrestaurants in Riemst, in Groot Riemst, waarvan Riemst Centrum er eentje is. Dus per week bedienen we ongeveer 230 mensen met een zeer grote en enthousiaste groep van vrijwilligers van een 50-tal mensen die dat met hart en ziel doen. Het gaat niet om het eten, met de grote hoop toch nu? Ja. Waarom dan wel? Praten, gezelschap. Ik ben maar alleen. I think to myself. Zij is maar alleen. What a wonderful.